Dames en heren, en leuk dat jullie weer kijken naar Mr. Theme Park Fans. Vandaag ben ik hier terug in Disneyland Parijs. Ja, mega cool. Ja, het is al een heel eind geleden, een maand of zo. En er is alweer heel veel gebeurd hier in Disneyland. Want, zoals mogelijk, nemen we een programmaplaatje. En het is nog altijd Season of the Force. Yeah, zo cool. En ja, kijk eens, ik heb de blauwe lucht meegenomen vandaag. It's the blue shining sunshine today. It's so cool. Ja, wat is er hier allemaal veranderd? Wel, er zijn hier schuttingen, want dat staat op instorten. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan een volledige nieuwe zetten. Mega cool. This is a new kiosk at Dome Square at Disneyland Paris. So awesome. Look there. The queue line for Minnie Mouse. Oh, it's so long today. It is sunshine. And wow, wat een blauwe licht. Yeah. Kijk, dit is de wachtrij voor Minnie Mouse. Mega wachtrij. Ja, en het grappige is, die wachtrij wordt steeds langer en langer. Ongelooflijk, maar toch is het zo. En dat is ook nieuw. Sinds kort is er een nieuwe Minnie Mouse en een Mickey Mouse in het park. Ja, mega cool. Ik vind ze er ja, een beetje ja, anders uitzien. Heel anders natuurlijk. Het wordt een beetje wennen, maar we komen er wel gewend aan. Nu goed, ik ben hier terug in Main Street, USA. En ja, zoals altijd staat het kasteel gewoon weer in de spotlight van de zon. Achter mij is de zon. En dit is de kasteel. Mega cool. First stop at Main Street, USA. Delicatessen. Market House. Daily Delicatessen. It's food time now. Yeah. It's a long queue line at the moment. It's too long for me. Okay, Small World. We go to Small World. We gaan een stapje verder. We gaan een attractie doen in de plaats. Dat is veel toffer. Yeah. Oké, we zijn bij de informatie. Het is nu momenteel 9 uur en 5 minuten in het Disneyland Park. De wachttijden zijn momenteel gesloten. Open om 10 uur. Buzz Lightyear 15 minuten. Dumbo the Flying Elephant 25. Peter Pan's Flight of Fancy. En Small World is open om 10 uur. Let's go!
second stop today is Fantasyland hier at Disneyland Park, Disneyland Paris. En natuurlijk, als we Fantasyland willen bezoeken, moeten wij door het kasteel gaan. Overlangs. Dit is de nieuwste attractie van Disneyland Parijs. Wandelen naast het kasteel. Kijk, je kunt hier gewoon volledig doorwandelen. En dan kan je gewoon boven en onder het kasteel wandelen. Pinocchio, Pinocchio, jij bent een ster, Pinocchio. Tudududum, pam, parabam, parabam, pararam. Pinocchio, Pinocchio. This is the queue line for Pinocchio. It's so long. 10 minutes. Allez, on va y va. It's a full queue line today for Pinocchio. Look here. Wow. And the happy people. Yeah. These people looks very happy. Wow. Very happy peoples in the queue line. It's awesome. Okay, and now is it time for the first attraction, the Mad Hatter's Teacups. One of my favorite rides here at Disneyland Paris. It's a circle ride, it's so awesome. The queue line starts here and I think it's 30 minutes for wait. Today is it a busy day at Disneyland Paris. Extra queue line in every time attraction. Extra queue line in every attraction. Okay, 5 minutes for a full queue line. Okay.
uitzicht van de helikopters. Please remain seated until your team comes to the next stop. Check and ensure that all workers are involved. Step out and proceed to the next stop. Volgens mij staat hij op de korte versie vandaag. Ja, vandaag verwachten ze hier overal heel veel volk in Disneyland, want er zijn overal extra wachtrijen. Allemaal extra long today. Het ziet er naar uit dat het opstroopt bij Pinocchio, de ride. Veel te druk. Dames en heren, voor de mensen die denken van, jij Joepie, het is warm. Nee, ik ben niet voorzien vandaag, maar het is nog steeds Frozen Disneyland. En ja, ik had zo het gedacht om een fastpass te nemen voor Peter Pan's Flight. Maar dat zal jammer genoeg niet gaan, want, even zoeken, daar is hij. De plastic dingetjes liggen nog op de fastpass machientjes. Dus we kunnen geen fastpass nemen voor Peter Pan's Flight. Dat gaat niet. Next stop for today is Sir Mickey the Shop. Let's go. Where is the 25th anniversary stuff in the shop? T-shirts. Yeah! 25th anniversary. Wow! It's a calendar. Awesome. This is my favorite Mickey costume. Tover Mickey. Een van mijn favoriete Mickey's. Echt zalig. Ik zou zo een moeten kopen eigenlijk. Ik heb die nog niet. Zal ik straks wel nog doen, denk ik. Of een volgend bezoekje. Wauw. Peter Pan Mickey. Dit is nu wat Disneyland Paris, The Beauty and the Beast pins. It looks awesome. It's beautiful. Wow. Dit is zo leuk. Een echte fruitboom in Disneyland. Ja, je kunt er gewoon zo aan, bijna aan plukken. Net niet, net wel. En dan heb je lekker fruit. Yeah. Oh my god, this is the biggest queue line for the whole Disneyland park today. It's for the Princess Pavilion. And it's... Everyone is happy in the queue line. And is looking to the park. What I am doing today. Today, do we... Big Thunder Mountain. Indiana Jones. We go to Ratatouille today. And rocking roller coaster, and it's season of the first today. Wow, it's so amazing here at Disneyland. And what are we doing now here in this queue line? Oh my god, no, it's too long. Okay, we go to another attraction, but
this queue line is too long. Oh my god, the Princess Pavilion. Where is he? Where is he? There is the Princess Pavilion. Wow. It's a small world queue line before opening. He is long and longer and longer and longer and big long, and it's just like a normal queue line for It's a Small World in a weekday. Oh, it's now open. Yeah. Look there, waiting peoples for It's a Small World. The first peoples for today in It's a Small World. You have there Donald. And Donald is the first people for today for It's a Small World. Awesome. And there is Minnie Mouse for looking. Donald, yeah, so amazing. Ja, ze gaan allemaal op zoek. En ik heb hier een boot gevonden. Yeah. Met gelukkige mensen. Waar is Minnie Mouse? Minnie Mouse? Ik vind haar niet meer. Daar is Minnie Mouse. Ja, Minnie Mouse is op zoek achter Donald. Want ze gaan samen in It's a Small World. Dat is zo cool. En ik ga lekker meedoen met die wachtende mensen. Ik ga ook gewoon lekker een ritje maken op It's a Small World. Mega cool. It's a Small World. Na 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 ta 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 pam 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 pam. It's a small, it's a small, it's a small world in my car. La 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 la. This is the queue line. 10 minutes. Whoa. Wow, It's a Small World start op. Allemaal lege boten. Mega cool. Dit is een boat queue line voor It's a Small World. Thank you. Bienvenidos al mundo.
passagieren. Ik heb het gevoel dat ik een achtbaan nodig heb. Daar gaan we. Ik was even van mijn pad afgedwaald, want mijn maag roepte mee. En ja, ik heb een muffin gehaald. Lekker. Een muffin met bosfruit. Lekker. Je ziet er zoals altijd een beetje room uit. Net als cheesecake, maar dat is het niet. Het is een muffin met echt fruit erin. Ja, lekker. Muffin is zo lekker, hè? Eten met één hand doe je namelijk zo. Wat een warm man. Een echte aanrader. Voor €3,50 heb je een heerlijke muffin. En je buikje is er toch wel eventjes mee gevuld. Lekker. Ja. Heel goed, man. Hey. Zo is de naam de muffin. Wow. Ja, ik heb een achtbaan nodig. Vanuit Indiana Jones. Miyako. Wow. Let's go. Here we are by the queue line for Indiana Jones at Disneyland Paris. It's a very long queue line. The queue line began here. Oh my god. The normal queue line is 25 minutes. Wait, it is too long. This is a normal queue line. This is the fast pass queue line. Vandaag leer ik jullie hoe je gemakkelijk een fast pass kan pakken. Stap 1. Ga in de rij. Stap 2. Zoek de leegstaande machine. Stap 3. Check your card. Stap 4. Neem uw fastpass. Wauw. Mega cool. En dat is allemaal gratis, hè? Gratis fastpassen, mega cool. Welkom in de morning bij Thunder Mountain. Queue line. Oh my god. This queue line is so long. Oh my god. A long queue line. This is the biggest queue line from all Disneyland. It's very long. The big Thunder Mountain queue line. Wow. The big Thunder Mountain queue line begins at the shooting gallery. This is a queue line, ladies and gentlemen, for Big Thunder Mountain. It's very long. Next stop. Restrooms. And take a look in the restrooms, special for you. Look here, restrooms here. We are going to Phantom Manor now. It's 30 minutes queue line. Here we go. I and your ghost. Oh, without. Yeah, Phantom Manor. Bum, bum, bum.
Na, na, dun, dun, dun. Ja, ja, voor één keer gaan we gewoon de lange wachtrij in. Dat gebeurt niet heel veel dat ik een lange wachtrij doe, maar vandaag wel, daar gaan we. Hé, hey, de meneer heeft mijn rugzak genomen. Ik heb ook zo één. Walt Disney World, Mickey Mouse bij. We gaan nog even checken dat ik mijn rugzak bij heb, hoor. Wie weet, heeft die meneer wel mijn rugzak mee? Oh nee, we kruisen elkaar. Heb ik nog? Oh ja, gelukkig, ik heb nog mijn rugzak. Mega cool. Big Thunder Mountain is nog steeds aan het testdraaien. Kijk. Ondertussen ben ik ook aan het aanschuiven in de wachtrij van Phantom Manor. Daar is hij. Yo! Ja, en al die wachtende mensen, die zitten altijd te wachten voor de Big Thunder Mountain. Maar ik ben al goed geschoven hier bij Phantom Manor. Kijk eens daar, de wachtrij van Big Thunder Mountain. Hij is net open gegaan. Allemaal gelukkige mensen daar. Happy peoples. Voor Big Thunder Mountain. Awesome. Maar hier is er ook een gelukkig man, hoor. Want we gaan Phantom Manor bezoeken. Notre visite commence ici, dans cette galerie, où vous pouvez admirer la douceur et l'innocence de la jeunesse. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Les murs de cette pièce, par exemple, nous savons-ils pas par hasard? Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a ni porte ni fenêtre. Quel angoissant problème à résoudre. Par où sortir? J'ai bien peur que vous soyez contraint de me suivre. Thank you.
Interessant is de attractie. Super interessant. Oh my god. Moet je daarvoor komen naar Phantom Disneyland Parijs? Reis in Flames Wanted. Au matin sonnante, nous valserons ensemble la crainte des enfants. Join now the spirit de Nuptial Doom. Arranging right. Attention. Ha ha ha!
unlivable here in this ghostly land. Fenton Minner. En nu ga ik eens gaan kijken naar het graf van Fenton Minner met licht in de mountain op de achtergrond. Oh my god, dat is hier volledig vernieuwd geweest. En je ziet het ook, het is echt nog meer spookhuisachtig en oh my god. Oké. Dynamiet. Oh no! Dat is hier inside. Wat horen we daarin? Wat is er hier? Welke klokgeest zit er hier? Niemand weet het. We moeten het licht terugkloppen. Oh. Halloween in Disneyland Parijs. 2017 is gestart. Oh my god. Halloween. Disney vulkanen hier. Oh my god, wat is er aan de hand hier in Disneyland? Overal geesten zitten hier echt op de grond, overal rond. Oh my god, hier ook al. Dat is niet goed, man. Oh nee, er zitten overal rond de geesten. Oh. Ghost at Disneyland Paris by Fenton Manor. No. Oh. Molly Brown is ontspoord. Oh nee! Ghost at Disneyland! Oh my god! Oei oei oei. Dat is het werk van de geesten. Ja, dames en heren, ik vrees dat het afgelopen is voor de Molly Brown. Vandaag in Disneyland Parijs. En het is vandaag, namelijk 18 februari 2017. En de Molly Brown is ontspoord. Dat is ongelooflijk erg, mannen. Maar toch is het zo. Kijk, je kan het hier mooi zien. Hij vaart niet meer en daar zit hij bijna in het water. Ai, ai, ai. Niet goed. Un bout. Il y a ce petit, mais donc là voilà, ça c'est 42 mètres. Moi j'ai trouvé d'autres.
goed. Dit is de Fastpass wachtrij voor Big Thunder Mountain. De queue line voor een Fastpass voor Big Thunder Mountain is amazing long today. Let's go. This is the biggest queue line from the whole Disneyland today. Look at here. Dit is Fastpass queue line. It's a long Fastpass queue line. Where is the start of the queue line? I don't know. Oh my god. So long. Oh my god. Oh my god. Whoa. This is the start from the queue line. Fastpass queue line. Not normal today. Vandaag lijkt het hier wel een heel bijzondere dag te zijn in Disneyland. Want er staat een wachtrij om de winkel binnen te gaan. Ja, de pinwinkel. Wat er aan de hand is, dat weet ik niet. Maar het is alleszins bizar dat de mensen in de rij staan voor die winkel binnen te gaan. Ik snap het niet. Er moet waarschijnlijk een speciale pin binnengekomen zijn vandaag. Maar ja... Ik ga toch niet in die rij wachten hoor, het is veel te lang. Frozen Sing Alone is er ook nog altijd en dit zijn de uren van Frozen Sing Alone. En ze beginnen om 12:45. Woody loopt daar, kijk. Kijk naar Woody. Wauw. Dat is een echte Toy Story Woody. Hi Woody, good morning. Yeah, how are you? Yeah, me too. Have you a nice day in Disneyland today? Well, awesome. So cool. Bye Woody. Wow. Hello. Hi. Hello. Hi, Jafar. Wow. There's a lot of people inside. Yes. 1,000 peoples. Small peoples and ghost peoples. Yeah. Hi. I want to be in the video too, Jafar. Hi. Hello. How are you? I'm Jago, the best pirate in the world.
Mess me now, you fart. They're trying to hypnotize them, you fart. Yeah. Oh, it's falling down now. He's there. Yes. It's looking to you. Yeah. It's awesome. It's a nice meet and greet place here. Yeah? Yes. I like it. Yeah? So cool. Yeah. I'd like to get into the video too with the fart. Oh, yes, cool. Yeah? Yeah, thank you. It's a video now. Yeah? Yeah, okay. Okay. Oh. It's oh, that's the meeting with Jafar. Oh, oh, nice, cool, wow. Perfect. You are like a magician now. Can you teach him some magic tricks or something like that, or? Cha-chan! Super magician. Can you try to do it now? Okay. More or less. Can you do your magic trick? Magic? Yeah. Whoa! He disappeared suddenly. Yes, it's magic. Perfect. Okay, thank you so much, Jafar. And have a nice day here in Disneyland. And with the people in the queue line. Yes, it's awesome. Thank you so much. Thank you. Yes. I'm still recording. Okay, thank you too. Thank you. Yeah, bye. Yeah, nice. Oh! Now go with. Okay, I'm going! No! Na enkele meet and greets is het tijd gekomen om een achtbaan te doen. Eindelijk een achtbaan. Ik heb daar zo lang naar uitgekeken. Ik heb moeten wachten van 9 uur tot nu 12 uur. En ik ga de wachtrij in van Indiana Jones. Zalig, met mijn fastpass dan nog. Echt cool. En hoe gaat dit? Heel simpel. Je haalt je fastpass uit je Disneyland portefeuille. En wanneer dat gebeurd is, moet je gewoon in de rij wachten. Oei, dit is niet de fastpassrij, dat was de gewone rij. Dit is de fastpassrij. Dan moet je naar hier komen. Victoria, give us that ticket. You haven't used that one. Zo moet dat dus. Een fastpass afgeven aan de castmember. En dan mag je gewoon lekker verder wandelen. Heel cool. Yeah. Dit is wel de fastpass wachtrij van Indiana Jones. En zoals je kan zien, staat die redelijk leeg. En we gaan er al snel bij kunnen gaan. En hoe lang gaan wij moeten wachten? Niet zo heel lang, want we mogen alweer de trap op. Yeah. Even ter info, de gewone wachtrij is 65 minuten wachten. Nu, op dit moment. Zo, dames en heren, hier ben ik dan op Indiana Jones. Mega cool. Ik heb alles tezamen. Misschien 5 minuutjes, maximaal 10 minuutjes aangeschoven met mijn fastpass ticket. Dus dat is wel een goed idee geweest om dat te doen, want in de tussentijd heb ik al 2 meet and greets gedaan en heb ik op Phantom Manor geweest. Echte Max. En nu ga ik gewoon lekker genieten van een ritje Indiana Jones. En hier gaan we!
het leuke eraan. Weer een geweldige rit op Indiana Jones. Ik ben echt content dat we erop geweest zijn. Mijn normale wachttijd bedraagt nu al 80 minuten. Voor ik erin ging was het 65, nu is het al 80. Echt zot, zot. Maar het is hier ook waanzinnig druk vandaag. Veel te druk eigenlijk. Overal waar je wandelt, word je omver gewandeld. Ja, dat is ook normaal als het druk is. Dat is zo'n beetje de Europese mentaliteit. Maar goed, we jagen ons er wel doorheen. Net zoals in het verkeer, we jagen ons daar ook doorheen. En hier in Disneyland is dat hetzelfde. Mega cool. Druk, druk, druk. Mij. Blooper. Pizza Outpost. Ja, ik ga switchen van park. Ik ga eerst nog vlug naar mijn auto, want ik heb iets vergeten in mijn auto en ik moet daar nu omgaan. Jammer genoeg moet ik ook terug door de controle, dat doe ik niet zo graag. Maar ja, het is nogal iets belangrijks. Want zonder die kaart zal ik geen eten kunnen kopen, vrees ik. Dus we gaan vlug even over en weer. Ik neem jullie graag mee. Daar gaan we weer. En ja hoor, de shop. Mega cool. Nice. Nice, 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 nice. Disneyland stuff. Woehoe. Oh ja, ik ga een keer kijken dat ik een vastpasje kan pakken voor Big Thunder Mountain ondertussen. Als de rij niet te lang is, ja. Daar hebben we het alweer. Te lang. Te is nooit goed. En in dit geval is de rij voor de fastpass te lang. Oh my god. It's a long queue line for a Big Thunder Mountain fastpass. Wow. Not normal. Niet normaal. The longest queue line of the day. De Big Thunder Mountain Fastpass queue line. Oh my god. The attraction of the day at Disneyland Paris. This is the attraction. The Fastpass queue line. Awesome attraction. Yeah. I like it. Wow, fantastisch nieuws, hè mensen. De Molly Brown vaart terug. Welkom at Central Plaza Disneyland. It's amazing. Wel super gelukkig, hè? Want het is druk in het park. Dat is ja niet zo leuk, maar toch is dat wel een keer leuk als het druk is. Want ja, dan moet je gewoon lekker aanschuiven en het is hier mega gezellig ook vandaag in het park. Ja, dat is echt plezant. En natuurlijk, wat zie je boven mij? Blauwe hemel met de zon en een beetje wind. En zo dadelijk gaan we nog een terrasje doen. Oh, zalig. Ja, het is al lichtjes zomer aan het worden hier in Disneyland. Mega cool. En al die mensen die hier nog toekomen, ja, die vinden dat ook echt zalig. Wow.
zomer in Disneyland. Ik heb er nu al zin in. De 25e verjaardag komt eraan. Zonder Swing into Spring. Maar dat is totaal niet erg. Want wij kregen wel de 25e verjaardag in de plaats. En dat is veel plezanter natuurlijk. Met een nieuwe parade. Nieuwe shows. Nieuwe Disney Dreams ook. Dat voor beide shows echt mega cool. En ik ga nog een klein tussenstopje maken vandaag. Want normaal gezien zijn er hier nog solden als het me niet vergis. Ja, en waar kunnen jullie solden best van al vinden? Jullie weten het al. Dat is namelijk in Flora's Boutique, de soldenwinkel. Let's go. Wat zou er nog te rapen vallen met de solden? Geen idee wat er nog is. En daarom ga ik nu een kijkje nemen. Oh, het is hier lekker warm aan het worden. Ik heb te warm in mijn jas. Oh. Solden. Ik ben hier met de solden. En ik ben in de soldenwinkel. En de solden zijn bijna uitverkocht. Er is niet veel meer. Bijna alles is weg van de solden. Kijk, we hebben hier nog van die leuke Elsa kleedjes aan €20. Dat is nog leuk. We hebben nog een leuke pyjama. Een leuk kleedje, die zijn ook wel heel leuk. Ze hebben er precies te veel besteld. Ze zijn wel heel mooi. En ja, dat zal het zo een beetje zijn van de solden. En je hebt hier nog oorwarmers ook met de solden. En ja, dat is het zo een beetje. Uitverkocht. De solden zijn niet meer zo super vet. Je hebt alleen nog maar dat bloemenkleedje en het is al. Maar het bloemenkleedje is wel heel mooi. Ja, mega cool. Oké. Ik ga het park verlaten. Ik ga naar mijn auto. Let's go. Haha, de sortie. Die moet ik nu hebben. Sortie. Nou, ah, merci. Hier tussen staat mijn auto ergens in de A7. Yeah! We gaan een keer mijn auto zoeken tussen al die auto's die hier geparkeerd staan. Mega cool! En het zijn er wat hoor, mensen! Wow! Heel veel auto's, behalve hier van voor dan. Zalig. Ik zie mijn auto al lichtjes blinken. Ik heb de juiste rij gevonden. Ik denk dat ik hem zie, mijn auto. Dit zocht ik. Mijn visa-kaart. Ja, die lag daar ergens tussen mijn cd's. Ik ben nu echt aan het denken wat ik ga doen. Nu ik hier ben, ga ik zowel mijn jas in de auto leggen. Of zowel mijn jas meenemen. Vanavond had het koud zijn, maar nu heb ik te warm. Moeilijk. Ik heb wel een dikke trui aan. Nog moeilijker. Ik ga gewoon mijn jas in mijn rugzak proppen. Ja. Ja, jassen en rugzakken proppen, dat moet je doen namelijk in stil. We gaan dat zo oplossen. Muziekje! Wow!
Kijk eens wat ik hier bij heb. Earl of Sandwich Sandwiches. It's awesome. Het is lunchtime en ik zit op het terras van de Earl of Sandwich. Ja. Het is het weer ervoor. Eerste terrasje van 2017. In Disneyland Parijs. Check. En nu ga ik mijn broodjes opeten. Hè. Het is ook lekker. Mijn eerste broodje is de Frenchie. Jullie kennen hem al. Het is altijd lekker. En dan ziet hij daar zo uit. Lekker hoor. Met ham en kaas en alles die erbij hoort. Mega lekker. Zoals altijd. Een lekker broodje. Tijd voor broodje 2. Original. Ja, die kennen jullie ook al. Heb ik ook al heel veel getoond in mijn video. En zo ziet hij. Zo ziet hij er dan uit. Lekker hoor. Roast beef, sla, tomaatjes. Mega lekker. En hij smaakt ook echt zo. Kijk, kaas. Lekker hoor. Ja, het is weer een aanrader. En straks nog mijn brownie opeten. Lekker. Dat was weer mega lekker in de Earl of Sandwich. Ik heb lekker veel gegeten. Mijn buikje die is terug lekker gevuld. En ik kan er weer tegenaan tot vanavond. En nu ga ik weer het park in naar de studio's. Let's go! Welkom in de Walt Disney Studios Theme Park. Dames en heren, we gaan de Walt Disney Studios Store in. En wat ga ik hier doen in de Walt Disney Studios Store? Wel, dat is op zolderjacht gaan. Nu is de vraag, waar zijn de zolden hier? Dat is altijd een vraag. Ja, de zolden die zijn zo goed als op. En dat is ook te zien. Want er zijn geen zolden meer. Maar enkel Star Wars grief. Star Wars stuff. Season of the Force. Dit is ook nieuw. Goofy. In een echt studio's pakje. Hi Goofy, how are you Goofy? Yeah, nice. Yeah, me too. Yeah, you have a nice costume today and a nice decoration. Yeah, I'm like it. Walt Disney Studios. Yeah, is that here or is it in Orlando or in Tokyo? Is it here? Okay. Wow. I think I'm flying now to Orlando or Disneyland in California. Yeah. Yeah, with you. Yeah. We are together. Is it good? So nice. Can I take a picture with you? Thank you. It's a moving picture. Yeah, so, and then... Whoa! Go see. Are we together in the Hollywood Tower Hotel? Whoa! Yo! You are very grateful. Thank you so much. Yeah. Well, bye. Thank you very much. You're welcome. So, bye Goofy! Okay, welcome in the Walt Disney Studios theme park. And there have you Walt Disney with Mickey Mouse. The Art of Disney Animation. The Hollywood Tower Hotel. Studios Tram Tour. And the Season of the Force animation.
Ik ga een ritje doen op, jullie kunnen het al raden, ik ga naar Rocking Roller Coaster. Let's go. Ja, het plan om de Rocking Roller Coaster te doen vandaag is al mislukt. Want ik ga geen 90 minuten in de race staan. Ja, dames en heren, een onride zal er binnen de 2 uur niet aankomen, want het is overal 90 tot 60 minuten aanschuiven. En de Toy Story Soldier's drop is momenteel terug gerepareerd. Ja, want jullie zien hem al op de achterkant, achter mij. Hij gaat omhoog en omlaag. Wauw. En de actuele wachttijden zijn, ja, 1.5 uur single rider, 60 minuten voor Toy Story, de parachute drop, 75 minuten single rider, 40 minuten en natuurlijk heb je nog altijd Slinky Dog, 20 minuten. Misschien nog een keer die wachtrij trotseren. Dan is er toch nog een onderuit gekomen. Wauw. De knop is doorgehakt, we gaan Slinky Dog doen. Dit is hier special teaming. Gines maken, ik ga tomaatjes erin doen, ga daar uitjes in doen, ga daar wortelen in doen, ga
ga daar van alles en nog wat in doen. En ik ga... ja. Het lijkt erop dat het hier een beetje druk is. 45 minuten single rider voor Ratatouille. 120 minuten voor de echte wachtrij en ze staan ver tot buiten. Amai. Dus hier super druk vandaag. En met de nadruk super, het is wel echt wel heel, heel, heel druk. This is the biggest queue line from the Walt Disney Studios theme park at Disneyland Paris. The queue line for Ratatouille starts here. 2 hours. That's too long for me, and I'm going in shop. Yes, I'm going in the shop. And Chez Marion. Let's go in Chez Marion. This is so cool. Wow. This is a nice cup. You have here the spoon and ratatouille. It's nice. It's just like a chef, this milk. Yay! Dat zijn hier ook hele leuke dingen. Oh, kijk eens hier. 2-in-1. Allebei apart te betalen. Wauw. Maar wel heel mooi. Vandaag is het eindelijk een beetje te druk hier in Disneyland en ik ga een keer iets tonen wat ik nog nooit getoond heb aan jullie. Maar dat jullie het wel al gezien hebben. Ik ga naar Valdrop. Bienvenue, je suis Buzz l'éclair. Le sergent a rassemblé ses hommes. Tout le monde au rapport. I am Buzz Lightyear, Space Ranger. Time to blast off for adventure. To infinity and beyond. My Goofy. Yeah. Yes? It's very cool. Yeah. It's one hour wait, but it's nice. Bye, Goofy. Yeah, bye-bye. We gaan gebruik maken van de shuttle-diensten. Ja, hier is het station van Disneyland Parijs, Marne-la-Vallée. En de shuttlebussen die staan daar. Die gaan naar El Disney Hotel, naar het Warner Hotel. En die gaat ermee naar Valdrop. En dat ga ik nu doen. Richting Valdrop gaan. Daarnet kwam ik nog Goofy tegen. En die herkende mij nog. En hij vroeg wat het was op de Hollywood Tower Hotel.
Oké, ja, ik had eigenlijk verteld dat het heel goed was, maar eigenlijk ben ik er niet op geweest. Maar ik ben er wel op geweest met Goofy, dat hebben jullie kunnen zien. Dat is mega cool. Nu ja, we gaan naar Valderop. En jullie hebben daar nog nooit geweest, maar vandaag is het voor de eerste keer dat ik jullie meeneem in de video van Valderop. Daar gaan we. Dit hier is de kant van de Disney Hotels. Het zijn allemaal Disney Hotels hier. En de andere kant zijn de Partner Hotels. En daar zo, is de parkingweg. Herken je die tentjes? Het is parkingweg, is mega leuk. Dat is de luchtballon van Disney Village. En ja, we moeten hier altijd goed opletten dat we hier mooi oversteken. Dat is altijd leuk. Ja, de Partner Hotelbus. Kijk, dat is nummer 54 en die doet al die hotels hier. De B&B, de Explorer, de Dream Castle, Magic Circus en de Kiryat. Dat zijn allemaal Partner Hotels. Maar waar ik moet zijn, dat is Valderop bushalte. Maar dat is geen idee, maar ga ik eens zoeken. Chessie Gars. Valderop. Het is hier altijd een beetje zoeken in Disneyland dat je speciale dingen wilt doen. Maar om naar Valderop te gaan kun je in principe niet missen, want staat er een koeien van letters op waar je naartoe moet. En volgens mij is het zelfs deze bushalte, want het zat er niet volledig op, want het is een beetje kapot. Maar Valderop staat daarop. Voilà. Kijk, Valderop. Hier moeten wij zijn. Het is een volledig gratis bus. Nu is het gewoon wachten op de bus. Mega cool. Klasse. En met veel geduld heb je een bus. Ja, ik heb een beetje moeten wachten voor de bus. Maar ik heb nu wel een bus die me zal voeren naar Valderop. Zalig. En dat volledig gratis. Hè. Dat noemen we nu welkom in Valderop. En dat is volledig gratis dat ik naar hier gebracht werd. Een beetje geduld gehad voor de bus, maar het is wel beloond geweest. Nu, Valderop, wat heb je hier allemaal? Ja, ik ga het belangrijkste tonen van Valderop en dat is wel het shoppingcenter.
daar gaan we nu naartoe. Eigenlijk heb je hier ook nog allemaal leuke restaurantjes. En je hebt er een leuke bakker ook, kijk daar. Boulangerie en patisserie. En hier is het shoppingcenter. Oei. Altijd opletten hier, dat je niet valt op de grond. Ik heb allemaal leuke restaurants hier. Dat je hebt allemaal van die kleintjes, heel leuk. En allemaal in een ronde. De leuk fonteintje erbij. Een Subway en alles erop en eraan. En dit is de shopping center from Disneyland Paris. En inside this shopping center have you Sea Life. And now I take a look and Sea Life. No, it's for another time, Sea Life. I take just a look in the shopping center Val d'Europe. Ja, het is nu wel de allereerste keer dat ik ga filmen in een shopping center hier bij Disneyland. Ik ga enkel mijn zak ook moeten laten tonen, want ze doen hier toch controle. Maar dat is helemaal niet erg. En ik ben volledig in orde, want ik heb al door de controle geweest in Disneyland. Leuk. Net zoals in Disneyland zijn er ook gordels op de paardenmolen. En nu, ja, wat ik ook al zei, we gaan een keer gaan kijken naar Sea Life. Sea Life is hier en dat is het zo. Ik ga prijs gaan vragen. What's the price? For inside, take a look. Handig, een van die luie trappen, ik ben er gek op. Mega cool. Met de korting van mijn Dream Pass betaal ik voor Sea Life €12,25. Dat valt eigenlijk best nog mee, ik ga dat wel een keer doen. Dat is best wel leuk. Als het morgen terug druk is in Disneyland, kan ik eventueel een keer Sea Life doen. Dat is wel leuk. Oké, wat hebben we hier nog allemaal? Veel te veel. Wow, McDonald's. Oh ja, dat is altijd leuk, de FNAC. Het zijn nog steeds solden in de FNAC. Nu, ik ga niet filmen in de FNAC, omdat het geen Disney-winkel is. En ik wil een beetje respect tonen voor de winkel, dus ik film enkel de naam. Ik maak reclame voor de FNAC. En zo heb je hier Val d'Europe. Overal winkels en je hebt hier zelfs een Apple Store. Kijk eens hier, daar gaan we een keer kijken. Wauw. Ben & Jerry's ice cream. Wauw. Gezellig. Ah, ik heb gewoon een Coconut Tropic gevraagd. Een Coconut Tropic. Ik sprak het verkeerd uit. Van de Ben & Jerry's. Mega lekker. Smaakt naar kokosnoot. En mango. En een lekker ijs. Mega goed. En fruitsap. En dat zit er allemaal in. En dat kun je hier allemaal vinden, hier in Val d'Europe. Mega cool. Ben & Jerry ijs. De FNAC. De Nonchamp. Gratis toiletten. Veel winkels. En dat alles onder één dag. Mega cool. Nu, van de Nonchamp gesproken. Ik wandel er recht op af. Kijk, hier is een Nonchamp. En dat bevindt zich boven en beneden. Zalig. Kijk, en wat ik eigenlijk ook niet doe in de winkel, dat is filmen. Want hier staat het aangegeven dat je niet mag filmen. En daar gaan we ons aan houden. Een HEMA heb je hier ook. De Claire's. En de Celio. We gaan een keer gaan koekeloeren naar hier beneden. Want ik moet zeggen, het ruikt hier redelijk goed hier beneden.
Dus we gaan daar een keer gretig gebruik van maken om te kijken wat er hier ook nog allemaal te zien is. Wow, Chinese food. Wow. It looks beautiful. Wow. Lekker. En dit is nog de onderkant van de Nochot. De Nochot telt hier namelijk 2 verdiepingen. Dus wie er zich geroepen voelt om goedkoop te shoppen, hier is het te doen. En natuurlijk, de McDonald's mag niet ontbreken. En dan heb je nog een mega speelgoedwinkel. En dit was nu een korte rondleiding in Val d'Europe. Nu, ik heb nog een hotel gevonden. Namelijk Hotel Lycée. Ja, Hotel Lycée. Misschien komt jullie dat wel bekend voor. Dat is ook een partnerhotel van Disneyland. Ja, en je kunt daar logeren als je naar Disneyland komt. En natuurlijk kun je hier ook de shuttlebus pakken. En ja, dat ga ik nu natuurlijk doen. Ik ga denk ik wachten op de shuttlebus. Want daar stopt hij al. Ja, ik zie net dat ik nog een dikke 20 minuten moet wachten. Kijk. Dus ik ga nog een keer een wandelingske maken. Nu voor de mensen die zich geroepen voelen om hier in Val d'Europe een reisje te boeken. Dat kan, want je hebt hier een jittercenter. Daar heb je hem. De thee. Ja, en als je echt niet kan wachten op de gratis bus, kun je natuurlijk ook nog altijd een ticketje kopen. En zo naar het station gaan. Daar gaan we nu heen. Een kijkje nemen in het station. Heel leuk. En hier kun je gewoon gezellig de trein nemen naar Disneyland. Als je echt niet kan wachten. Het is 1 halte verder, het is al. Ja, jullie worden hier al met de dag slimmer en slimmer met mij. Ik ga vlug teruggaan naar de bushalte, want de bus komt er weer aan. Ja! Hier ben ik dan, terug in Disneyland. Yay. Ja, ik heb het laatste stukje van de bus niet kunnen filmen, want de bus zat prop vol. Het was plein. Oké, we gaan terug naar Disneyland. Wow, alsof we nooit weg geweest zijn. Daar is Disneyland, dames en heren. En zoals jullie weten, is hier het station. En het is momenteel 6:15. Welkom back.
at Disneyland Park. At Disneyland Paris. In the evening. Wow. Ja, na mijn bezoekje aan Valderop. Even proberen een restaurant te reserveren waarvan dat die vol zit. En even ook uit te rusten. Heb ik ingecheckt in het Disneyland Park. En ondertussen is de avond aan het vallen. En dat is ideaal om een keer een ritje Big Thunder Mountain proberen te doen. Ja. We gaan richting Big Thunder Mountain, want dat is zo leuk. Maar ik hoop dat het geen 2 uur wachten meer is. Want 2 uur wachten is veel te lang. Want daarnet was ik gewoon gevlucht omdat het te druk is. Maar het ziet er naar uit dat het nu ook een beetje druk is. Een klein beetje maar. Zo druk is het hier, dames en heren. It's a busy Disneyland Park today. And a busy Walt Disney Studios Park. Het is een prachtige avond. De zon zit laag. De hemel is blauw. En het kasteel is heel mooi verlicht. En ik ga eens een kijkje nemen hoe lang de wachtrijen nog zijn. Het ziet er naar uit alsof ze heel, heel, heel lang zijn. En ja, mijn voorgevoel klopt. Phantom Manor is kapot. Maar bij Thunder Mountain is 110 minuten aanschuiven. Het is een beetje lang. Het is, ja, 20 na 6. Ja, bijna 6:30. Wat hebben we hier? Buzz Lightyear Laser Blast. 90 minuten. Ja, we gaan iets leuks doen, maar wat weet ik niet. Het is te druk. Darth Vader! Oh my god! Darth Vader! Een woman versie! Oh my god! It's the real Darth Vader! Oh my god! Ten 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 ten.
een van die kleine ritjes doen. Dat lijkt me wel een keer leuk om te doen. Pinocchio of Sneeuwwitje? Een van die twee ga ik doen. Ik denk eerlijk gezegd dat ik mijn keuze nog ga leggen op Pinocchio. Want dat is toch een hele leuke rit van Pinocchio, Pinocchio, jij bent een ster, Pinocchio, la 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 la, Pinocchio, la 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 la. Pinocchio, Pinocchio, na 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 na. Param pam param param pam 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 param. Druk in Disneyland. Mega druk. Het is zoals in het verkeer. Druk in het verkeer. Traffic problems at Disneyland Paris today. Oh my god, traffic problems. Yeah, here we are. And the queue line is 45 minutes. Oui, oui, bien sûr. Weer een heerlijke ride op Pinocchio. Kijk eens hoe mooi het kasteel achter mij is. A beautiful castle today. Wauw. Nu is het tijd geworden om de Darth Vader burger terug te gaan eten. Want ik heb er echt zin in, mega lekker ook. En daar ga ik nu naartoe, naar Discoveryland Hyperon Café. En dit is het kasteel Beautiful Castle at Disneyland Paris. I like this castle. Maar dat wisten jullie al.
En er is echt een mooie blauwe lucht. Een fantastische avond. Mega leuk. En ja, gezellig druk hier, hè. Zoals altijd. Nu, ik moet toegeven, ik ben wel wat moe aan het worden. Ik ben al van deze morgen 5 uur op. Deze nacht heb ik bijna niet geslapen. Dus het begint een beetje door te wegen. Maar ik ga door. Ja, ik ga door. Niet totdat het gesloten is, maar toch bijna totdat het gesloten is. Welkom in Discoveryland. Het land van de toekomst. Het land van de ruimte. Net zoals Star Wars. Nee, 10 minuten voor Buzz Lightyear Laser Blast. Wow. Lekker lang. Oh, die wil ik wel nog een keer doen. Orbitron. Nice. Nice. Ik ga naar Videopolis. Darth Vader Burger. Awesome. De lekkerste burger van heel Disneyland is de Darth Vader Burger. Dat is nog beter dan al die burgers van de McDonald's. En ik ga die nu lekker gaan halen. Mega cool. Jam, jam. Het is een keer op een avond dat we naar Videopolis gaan. Oh nee, wat zal er gebeuren? Wat staat er ons te wachten? Oh nee, oh yeah. Ja. Darth Vader Burger. Yeah. Sale, mijn Darth Vader Burger. Lekker. Kijk mensen, dit kost ook maar €14,39. Oh, dat zal weer smaken, zeg. Smakelijk allemaal. Dat was weer een mega lekkere Darth Vader burger. Echt de max, echt waarheid. Ik ga nu nog een keer proberen Big Thunder Mountain te doen. Ik denk al ook al Big Thunder Mountain voor het onderuit. En van te achteren mee ga ik nog een ritje doen. Wauw. Big Thunder Mountain. I'm fine them. It's so cool. We gaan eens gaan kijken voor Big Thunder Mountain wat de wachtrij is voor vandaag. Wie weet valt hij wel mee momenteel. Maar ik vrees ervoor. Want het is hier nog altijd heel druk in het park. ...1:20 aanschrijven voor Big Thunder Mountain. Wat gaan we doen? Gaan we hem doen? Ja of nee? Ik weet het niet. Ik ga nog een keer goed de wachtrij bekijken. We staan toch redelijk ver. Dames en heren, ik vrees dat we die wachtrij toch moeten gelopen. Hoor. We moeten dan tot daar, dat is inderdaad 80 minuten aanschrijven. Deze jongen gaat naar zijn hotelkamer. Deze jongen is een beetje moe. Ik ga nog enkele ontbijtje gaan halen voor morgen vroeg, want morgen vroeg wil ik hier om 8 uur staan. Ja, dat is ter compensatie van deze avond, dan wil ik morgen vroeg een beetje vroeger zijn. Dus dat moet wel lukken. Gezellig, ik heb net ontbijt gehaald voor morgen vroeg. This is my breakfast. Muffins. Ja, ik heb een hotel geboekt zonder ontbijt. En ik wil zelf zorgen voor mijn ontbijt. Ja, ik zou misschien wel beter ontbijt daar eten. Maar ja, aan de andere kant, dan kan ik hier wel om 8 uur komen. Dat is ook wel goed. Dus, zo zie je maar, hè. Een hotel met ontbijt. Ja, dat kan. Dan kom je laat in het park. En heb je een hotel zonder ontbijt. Dan kun je vroeg komen naar het park. He. En dat is weer het voordeel van de twee kanten. He. Hey, hallo! Ja, salut, ça va? Ja, cool. Zo, dames en heren, ik vrees dat ik ermee ophoud.
Nu kom ik er eigenlijk wel weer door. Ik heb eten, maar ja. En suiker binnen. En veel suiker. Maar de nezen gaat toch richting kamer. Want het is een beetje druk. Het is 8:00, 7:05, dus het is een mooi uur. Hè? Goed, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik wil jullie graag bedanken om heel die video uit te kijken. En vergeet jullie zeker niet te abonneren op dit YouTube-kanaal en mij te volgen op de social media. Dag!